de basis op orde hebben en tegelijkertijd investeren in de toekomst van Hengelo. Dat is heel kort samengevat de inhoud van de vandaag gepresenteerde Zomernota 2024-2028 daar. Wat daarmee precies bedoeld wordt, dat kan wethouder Financiën van Hengelo Hanneke Steen ongetwijfeld precies vertellen. Ze hangt aan de lijn. Hanneke, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb begrepen, je gaat naar het jaarlijkse VNG-congres in Alphen aan de Rijn, ja. Gouda en Woerden, hè, dat morgen van start Klopt. Gaat. Ja. Klopt. Ja, het is een belangrijke bijeenkomst, ook zeker met het oog op die gemeentelijke portemonnee. Daarover gaan we straks nog even verder over praten. Maar misschien toch eerst even het woord zomernota. Zomer word ik heel warm van. Nota is een beetje zakelijk en stoffig en grijs klinkt dat. Wat is het? Ja. In de zomernota leggen we eigenlijk aan de raad de kaders voor waarbinnen we straks de begroting voor volgend jaar gaan maken. Dus we schetsen even, nou, hoe staan we er financieel voor? Hoeveel geld hebben we? Denken we het besteden te hebben in 2025? En welke beleidsmaatregelen willen we dan nog doen? Dus wat kunnen we dan waarschijnlijk blijven doen en waar moeten we misschien ook wel weer stoppen? Ja, ja. En als de raad zegt, nou, doe het maar binnen deze kaders, dan gaan we vervolgens een begroting opstellen. En die stellen we dan in november vast. Ja, ja, dus je zegt eigenlijk, zoveel geld zit er in de portemonnee, hoe gaat het ongeveer en waar gaan we dan die centen aan uitgeven? Ja, precies. En hoe gaat dat door de bank genomen in Hengelo? Nou ja, we hebben daar, dat zijn wel mooie gesprekken, want dat gaat ergens over. Hè? Het gaat over hoe we het gemeenschapsgeld gaan besteden. Dus de gemeenteraad neemt dat terecht natuurlijk ook heel erg serieus. En dit is ook het moment dat de gemeenteraad aan de knoppen kan zitten, mm-hmm. Om richting te geven aan het beleid wat ze willen. Nou, dat is meestal voor ons geen verrassing. We maken eigenlijk al heel langjarig afspraken over alle dingen die we doen. Maar goed, het college kan ook zeggen van, nou, we stellen voor dat wij hier focus op leggen. Ja, nou ja, ja. En dat hebben wij natuurlijk gedaan. Dat doen we ook. En op die manier besteden we ons gemeenschapsgeld denk ik op de allerbeste manier voor de inwoners. Nou ja, goed, als je dan gewoon heel, heel algemeen gezien kijkt naar die komende 4 jaar... Mm-hmm. hoe zou je dan zeggen dat Hengelo ervoor staat? Ja, ik wil eigenlijk bijna zeggen goed en slecht. We weten allemaal dat de gemeenten in de komende jaren gewoon heel erg veel geld tekort gaan komen. Het Rijk bezuinigt heel erg veel op het werk van de gemeente. We komen zo ongeveer 3 miljard, alle gemeenten in Nederland komen ongeveer 3 miljard tekort tot 2028. En dat tekort, dat moeten wij tussen alle gemeenten eigenlijk verdelen. Mm-hmm. En ook Hengelo krijgt daar een klap van mee. En wij gaan dus ook zien dat wij een tekort hebben op onze begroting in 2028. Volgend jaar nog niet, maar in 2028 en de 2 jaren daarvoor ook. Ja, helaas moet ik zeggen. En dat is dus niet best. En waarom ik dan toch zeg dat het goed is. Goed, het is eigenlijk minder slecht als je kijkt hoe sommige andere gemeenten ervoor staan. Mm-hmm. Hebben wij in die zin, denk ik, goed al op tijd maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat die tekorten opgevangen kunnen worden. En dat betekent dat wij geen exorbitante verhogingen van de OZB bijvoorbeeld hoeven te doen. Ja, ja, en daar ben ik wel heel erg blij mee dat dat niet hoeft. Dus dat betekent eigenlijk van, ja, er zijn wel tekorten, ook in Hengeloze portemonnee, door die veranderingen die vanuit... Het gaat over geld dat er minder komt vanuit het Rijk dan voorheen, zeg maar. Ja. Maar je moet dus wel her en der ook een beetje beknibbelen. Ja, zeker. Kijk, we hebben vorig jaar een hele ambitieuze agenda voor Hengelo neergelegd. Waarbij we op 5 thema's zeggen, nou, dit is nodig. Hè? Dus het ontwikkelen van woningbouw, het verduurzamen van de stad, het toekomstbestendig sociaal domein, inwoners meer betrekken. Nou, eigenlijk op al die terreinen kunnen wij blijven investeren. Maar we zeggen wel, we gaan wel wat focus aanbrengen. Dus we kunnen niet alles meer doen. En als we het hebben over die focus, dan betekent dat de bepaalde thema's meer... dat er gewoon letterlijk meer geld naartoe gaat, relatief gezien, dan naar andere thema's. Ja. Nou, we kijken ver vooruit. Hè. Dus dat hebben we eigenlijk al gedaan bij de stad van deze collegeperiode. Zeggen, wij zitten hier 4 jaar, maar de stad... staat hier hopelijk nog 100 jaar, 400 jaar. Dus we moeten ook naar voren kijken. En wat heel erg nodig is voor Hengelo is ervoor te zorgen dat wij genoeg mensen hier hebben om onze voorzieningen op peil te houden. Genoeg handen aan het bed. Genoeg mensen om de verenigingen te bevolken. Zodat we nog een beetje naar elkaar om kunnen kijken. We worden allemaal ouder. Jongeren trekken hier weg. Daar gaan wij last van krijgen op termijn. Dus een van de focuspunten die wij in deze zomernota hebben opgenomen is dus die talentopgave. Dus om meer mensen te binden aan onze gemeente. En staat er dan ook concreet in wat daar dan aan gaat gebeuren bijvoorbeeld? Ja, we gaan bijvoorbeeld de KMS-locatie, de Koninklijke Machinefabriek Stork, herontwikkelen. Althans, dat gaat een ontwikkelaar doen, maar wij zitten daar natuurlijk bovenop. Dat zijn die oude Storkhallen, weet je wel, achter het station. Mm-hmm, ja. Dus daar komen huizen, cultuur. De bedoeling is dat we daar een hele mooie bruisende onderdeel van onze stad van gaan maken. Nou, daar moeten wij als Hengelo ook in investeren. Ja, dus de stad moet aantrekkelijker aan de ene kant. En aan de andere kant moet er gewoon heel simpel gezegd woonruimte zijn om dat talent überhaupt te laten wonen. Ja. Dus dat is de ene. Ja. Het eerste focuspunt. Het tweede focuspunt is dat we zeggen, nou, jeugdzorg staat wel heel erg onder druk. We zien dat het complex is. We zien dat het toeneemt, dat de wachtlijsten ook toenemen. Dus we gaan heel gericht investeren om de wachtlijsten terug te dringen. Voor de jeugdzorg in Hengelo. En ik denk dat we daarmee ook echt investeren in die basis voor de jongeren. Om ervoor te zorgen dat ze niet in zwaardere trajecten terechtkomen als ze langer moeten wachten op ondersteuning. Ja, betekent dat je gewoon het aantal hulpverleners in de stad laat toenemen, zodat de wachtrijen verminderen of dat je in andere dingen investeert, concreet gezegd? Ja, dat doen we dus samen met de hulpverleners. Hè. Dus die gaan kijken wat er nodig is om die wachtlijsten terug te dringen. Ja. Maar daar moet wel ook budget tegenover staan. En dat zijn een aantal hele specifieke interventies die ze daarmee mee kunnen doen. Goed, jeugd en jeugdzorg, daar gaat de aandacht, de gelden gaan daar naartoe. En dan wordt er toch duidelijk hoe dat er concreet uitziet, begrijp ik wel. Ja. Ja. En als het gaat, en punt 3, want er waren 3 punten. Ja, en energie en warmte. Ja. Dus we kunnen wel, we weten ook dat we zo ongeveer aan de vooravond staan van de grootste verbouwing van Nederland. Want we moeten die energietransitie door. We moeten ook zorgen dat huizen ook gewoon goed geïsoleerd worden. Dat we doorgaan met die wijkuitvoeringsplannen die we zijn ingezet. Dus energie en warmte zijn voor ons in de brede zin wel een topprioriteit. Kunnen we niet meer wachten. Nou, dan zijn dat die 3 accenten die er liggen in de komende jaren. Maar je vertelde ook al, omdat het Rijk met minder geld over de brug komt naar de gemeente, dus ook naar Hengelo, zal Hengelo daar misschien minder geld naartoe kunnen doen dan oorspronkelijk gewenst. Wij hebben hier in de studio vaker gepraat over die constructie waar bijvoorbeeld wethouder Financiën van Enschede voorop gaat in de gemeentestrijd om meer geld. Is Hengelo ook een van de gemeenten die zegt van dit kan eigenlijk niet rijk. Je geeft ons minder geld terwijl we een grote opgave hebben? Ja, zeker. Ik vind het ook gewoon echt niet kunnen. De gemeente is de allereerste overheid die je ziet als je 's morgens de deur uitloopt. Hè? Dus de straten, de veiligheid, de uitkering die je krijgt als je het even moeilijk hebt. En ik vind het echt een grote miskenning van het belang van gemeenten om deze bezuiniging nog verder door te zetten. Mm-hmm. Dus ik steun mijn collega Teutelink volop in zijn strijd tegen die bezuinigingen, zeker. Ja. En hoe hard speelt Hengelo zo'n spel? Is dat dan vooral praten als onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het Rijk? Of is dat op een gegeven moment ook harder? Dat je zegt, want er is ook wel eens gezegd, als het zo moet, dan gaan we taken die ooit aan de gemeente zijn gegeven, bijvoorbeeld de jeugdzorg, gewoon gedeeltelijk weer teruggeven. Geen geld, geen taken. Ja, geen taken, geen knaken, geen taken, zeggen we dan. Precies. En dat is ook de lijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dus collega Teutelink heeft ook de VNG opgeroepen om dat deel te ondersteunen. En dat doet de VNG ook. Dus dat is eigenlijk Nederland brede inzet. Dat we echt, als het geld er niet bij komt, dat we echt moeten gaan praten over wat we niet meer gaan doen. Want ik zie nu al gemeenten, en ik vertelde net, we hebben in die zin een klein beetje het geluk gehad dat het bij ons niet zo heel erg heftig is. Maar er zijn gemeenten bij die gewoon echt al zwembaden moeten sluiten, bibliotheekfilialen moeten sluiten. Ja, weet je, dat is een scenario, joh, daar wil je niet in terechtkomen. Nee. Dus we trekken met elkaar solidair op daarin. We moeten bijna tot een afronding komen. Maar toch even één punt wat blijkbaar altijd een heet hangijzer is en in elke zomernota bespreking weer naar voren komt. En dat is de zogeheten hondenbelasting die in een paar gemeenten in Twente nog wordt geheven, waaronder Hengelo. Blijft die bestaan? Komend jaar nog wel. Okay, we hebben vorig jaar ook de toezegging gedaan aan de raad als college. Als wij structureel, dus meerjarig, ruimte hebben in onze begroting om die hondenbelasting te kunnen afschaffen, dan gaan we dat is het allereerste wat we doen. Maar die ruimte is er niet, want ik heb nog steeds in 2027 $1,5 miljoen tekort. Ja. En waar zou je die anders vandaan moeten halen? Dan moeten we dus de OZB verhogen. Ja, de huiseigenaren. Of we moeten de huiseigenaren. Of we moeten een bezuiniging gaan instellen op het werk wat we nu doen. Mm-hmm. En daarvan zegt het college, daar kiezen wij niet voor. Dat vind ik net zo slecht uit te leggen als die hondenbelasting zelf. Maar het is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon aan de raad. We hebben gezegd, nou, dit is uw motie. Afschaffen als er ruimte is. Nou, die ruimte is niet. En als de raad daar een andere keuze in maakt, dan is dat natuurlijk ook gewoon aan de raad. Ja, die raad moeten we hier ook nog iets van gaan vinden natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Dan toch een laatste korte vraag nog even als we het hebben over iets waar mensen eventueel wat van vinden. Jullie hebben in Hengelo, vorige week werd dat bekend, het pand aan de Hazenweg gekocht. Het voormalig stadskantoor voor opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Is dat iets wat ook in zo'n je hebt een bepaald beperkt aan hoeveelheid geld en je geeft het her of der uit. Waarom is deze beslissing gemaakt? Nou, dat is wel echt het verschil tussen zeg maar een begroting, een meerjarige begroting van kosten die elk jaar weer terugkomen. En geld wat je in je spaarpot hebt zitten. Die mag je niet gebruiken voor kosten die elk jaar weer terugkomen. Maar de aankoop van zo'n pand, dat betalen wij uit onze spaarpot. En die is in het kader van vluchtelingen goed gevuld. En onze spaarpot is goed gevuld. Dus wij kunnen dit doen omdat wij een goede reserve hebben. En we hebben ook aan de raad toegezegd, uitgaven doen we uit onze spaarpot als we daar structureel, dus meerjarig, goede dingen mee doen. En dat is de reden waarom wij dit wel kunnen doen. En dat vind ik ook goed. Want we lossen daar een belangrijk probleem mee op. We nemen onze verantwoordelijkheid. En ik vind dat een hele goede, mooie besteding van het geld dat we in die spaarpot hebben zitten. Helder, geld uit de spaarpot dus voor de koop van het pand aan de Hazenweg. Wethouder Hanneke Steen, dank voor de uitleg op die zogeheten zomernota. Succes komende dagen bij de VNG, bij het congres. Er zal vast nog worden gepraat over het ravijnjaar en wat de gemeenten daar allemaal van vinden en mee willen. Ongetwijfeld. Ja, succes aan die kant. Dankjewel. Ja, veel dank.